Het licht is nou heel mooi daar bovenop en aan de zijkanten. En de zon die komt er echt prachtig door, dus ik neem hem lekker close. Dan kan ik dat effect goed laten zien. Zelf noemt Henny de Lekbrug ook wel de IJzeren Dame, eigenlijk zijn tweede liefde. Het mooie aan deze brug is het lijnenspel. Staanders naar beneden, vlakken en daar weer achter weer die staanders. Als fotograaf legt hij de brug bijna dagelijks vast op de gevoelige plaats. Elke keer ziet hij weer iets nieuws. Omdat de zon zo laag staat, krijg je weer een beetje licht terug van de grond. En dan krijg je toch wel weer een hele bijzondere compositie. Toch zou ook Henny het straks moeten stellen zonder de brug. Al meer dan 20 jaar raast het verkeer tussen Vianen en Nieuwegein over een nieuwe brug. Rijkswaterstaat gaat de Lekbrug na de zomer verwijderen. Ik ben er wel aan gehecht. En zeker als je teruggaat naar Vianen, naar je huis, en van vakantie of van visite, wat dan ook. Dan zie je in de verte op de A2 zie je die hele hoge brug al. En dat geeft gelijk het goede gevoel. Het is werkelijk een wondertje. Oude liefde roest niet, maar dat gaat hier niet helemaal op. Henny ziet de brug foto na foto ouder worden en weet dat het einde voor de IJzeren Dame nabij is. En dus zal hij zijn focus moeten verleggen. Zet je nu toch de nieuwe brug op de foto? Ja, ik vind die onderkant wel mooi. Die spreekt me wel aan. Al heeft de Lekbrug voor altijd een speciaal plekje in zijn hart.